Mijn naam is Oertjette en ik ben de lijsttrekker van Lijsttjette, lijst 14. We vinden ook een divers bestuur heel erg belangrijk. Samenleving moet zich gehoord voelen in de gemeenteraad van Almelo. Drie belangrijke punten waarin wij een verandering in wensen is het sociaal beleid, afvalbeleid, fysiek beleid. Daarmee bedoel ik een sociaal beleid dat wij na de decentralisaties heel veel taken op ons neer hebben gekregen. Dat er nog heel veel bureaucratische rompslomp is. Wachttijden van 8 weken bij de WMO. Kinderen en ouderen die door te veel bureaucratische rompslomp niet het zorg krijgen wat ze eigenlijk verdienen. Bij het afvalbeleid gaan wij voor het oud beleid. Dus 2 keer grijze container per maand. Om de 2 weken naar een grijze container. Want het begint nu wel een milieupark voor de huizen te worden. Een 4e container is op het komst. En wij ervaren dat de burgers van Almelo niet tevreden zijn met het huidige beleid. 51% van de burgers in Almelo willen terug naar oudere beleid, maar huidige politieke partijen geven daar geen gehoor aan en dat willen wij veranderen. Bij fysiek denken wij aan aanpak van de binnenstad, nogmaals, daar moeten wij in doorgaan, aanpak van de leegstand, maar ook andere delen van onze stad. Wij hebben daar ook een motie voor ingediend. Wij vinden verkeersveiligheid bij Nieuwstraat een heel belangrijk punt. Leefbaarheid in Nieuwstraat brengen wij een heel erg belangrijk punt. Stationsomgeving, verpauperde gebouwen, wat niet representatief voor onze stad is. Daar moet er wat van gebeuren. De punten waarin ik het heb genoemd, afvalbeleid is heel erg belangrijk. Daarin willen wij naar oud beleid terug. Aanpak van de problemen in het sociaal domein vinden wij heel erg belangrijk. Daar moet er wat van veranderen. En de leefbaarheid in de stad en bepaalde wijken moeten aangepakt worden. En dat moet veranderen. Dat zijn voor ons breekpunten. Anders zullen wij geen medewerking verlenen aan het nieuwe college.